recht in de bakka, neef. Dag, Suicide. Ga je zo naar achter? Oh, Farming Simulator 2019. Ik dacht, ik ga het weer even doen. Ik was het helemaal vergeten, omdat ik wel zoveel games op mijn kanaal doe. Maar ja, daar gaan we het niet in deze video over hebben. In deze video gaan we gewoon farmen, denk ik. Gewoon weer een beetje. Gewoon even gras halen voor de schapen, de kippen, de paarden en de koeien. Schapen heb ik eigenlijk nooit een video van gemaakt. Dat heb ik off-cam gedaan. Maar ja, ik heb schapen. Misschien kunnen we ook wat wol weg gaan brengen. Ik weet niet hoeveel we hebben. Dit wist ik niet. Het onweert. Het onweert. Ik weet niet of dat ergens voor je dieren. Dat ze misschien worden geraakt of zo. I don't know. Door die regen zijn mijn crops ook echt keihard aan het groeien. Er is alleen nog onkruid en dat moet ik weghalen. Alleen dat wou ik dus in de video doen. Dus dan moeten we weer even de mest eruit halen, het kunstmest. En dan moeten we weer eventjes dinges. Onkruid, dood, shit, iets. Maar ja, met de schapen, met de koeien gaat het allemaal goed. Koeien kan beter. Kippen moet ik alleen even wat reinheid weghalen. Ja, koeien dus ook. En schapen ook. Waar staan die dozen? Oh, die dozen die staan daar. Nee, dat zijn dan die zaadjes. Oh, nee, daar. Daar wissel ik het altijd om. Ik heb het niet meer zo netjes als dat ik het eerst had. Ik heb het een beetje verknoeid. Maar ja, ik wil gewoon altijd even snel doen. Oh ja, we hebben ook die arme hond waar ik nooit meer aandacht aan besteed. Oh, en daar hebben we zo'n silo voor die dingen natuurlijk. Ik moet eerst het voertuig of het werktuig bijvullen. Oh, bijvullen, joh. Die staat bovenaan. Ja, onkruidverdelger. Dat was hem. Ik wil eigenlijk, als ik hier meer video's ervan ga maken, dan moet het wel worden bekeken. Oh, ja. Kan. Dan wil ik eigenlijk een nieuwe plek wat een mooier hebben. Want alles zit een beetje op een crap plek. Laten we maar eventjes gaan uitklappen. Dit zijn geen dunne banden. Maar ja, scheid. Even kijken of dat nog aanstaat. Want ik heb even geen zin om dat te doen. Oké, dus staat hij nu aan. Smash even op die like als je de boeren support. Of de buren, dat kan ook. Oké, laten we gaan sproeien. Dag, onkruid, dag. Even uitzoomen, zodat ik het meer daar kan zien. Want ik kan niet van het veld afkomen. Dat is unserious. Maakt ook niet uit als er echt één plantje tussen zit. Dit kan je volgens mij niet door een werker laten doen. Dat is best wel irritant. Dit even een stukje inklappen. Dat ding ook gewoon niet kan breken, vind ik echt mooi. Zoals de regen een beetje annoying is. Zometeen gaan we slapen. Maar ik ben bang dat dan de crop zal klaar zijn. En dat er dan nog onkruid bij zit. Yep, oké, let's go. Onkruid. Even een onderbreking snel. Ik vind het altijd zo naar om gewoon door die gewassen heen te rijden. Ik vind dat gewoon weird. So be it. Dan kunnen we nu weer even alles pakken en dan kunnen we nu weer hierheen. Op naar het volgende veld. En dat is 2 rondjes en then we're done, man. Of 3. Ja, 3. Als je ongeluk hebt. Zo, we laten hem even aan. Hoppa, de transition, boy. Het is wel bijna op. Dan moeten we weer echt even nieuwe gaan halen. We gaan het wel nog net redden voor het volgende veld. Ik hoor niks van het voertuig. Oh ja, nu wel. Hoppa, hier de sappige sojabonen. Die we dan kunnen gaan verkopen. Oh, dat kan ik dus even niet zien. Yep. Let's go. En dan zijn we eindelijk klaar. Oeh, daar reed een auto. Dat gebeurt nooit. Oh nee, joh. We hoeven maar 2 keer. Maar ja, ik zet het even uit. En dan kan het even zo gaan. Oh, geluid weg. Eindelijk. Big bags. Dat is volgens mij alleen zaden. Ja, we hebben wel haver. En mest en landbouwkalk. Oh ja, dat moeten we ook nog doen bij dit veld. Dat kunnen we op zich best wel even doen met deze. Zo. Ik weet niet waar die... Oh, die staat daar helemaal omgevallen. Woep, 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 woep. Sowieso gaat mijn tractor ook weer omvallen. Zo. Woehoe. Zo, er is amper landbouwkalk. Kunnen op zich best wel even een trip maken naar de winkel. Laten we gewoon even met een andere trekker naar de winkel gaan. We kunnen ook met die forklift. Als we een aanhanger nemen, dan kunnen we het even opdoen. Kijk, hier hebben we deze dingen. Dan hebben we wel echt even sterker nodig. Dan neem ik even deze. Je moet het allemaal kunnen tillen en dragen. Dan hebben we ook nog die andere natuurlijk. Met die tankbanden. Ik weet de naam niet meer. Echt geweldig dit weer. En hier de aanhanger. Maar dat is natuurlijk niet hiervoor bedoeld. Ik heb volgens mij wel een andere. Ja, 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 daar. Maar die is niet dicht. Weet je wat? Dan kopen we wel even zelf een nieuwe. En wil ik gewoon even eentje waar ik zelf gewoon dingen in kan pleuren. Ja, deze. Capaciteit. Ik wil hem eigenlijk niet zo hoog hebben. Maar niet dat ze zo uitvallen. Op zich kan het ook best wel zo. Aftexcel, nee. Kopen voor 10.000? Ja, graag. Nou, dan gaan we even lekker naar de winkel. Lekker binnen. Buiten de regen. Oh, oh, wat is het heerlijk peaceful. Oh ja, ik moet ook wel letten op mijn dubbele banden. Oké, ja, ik moet ook wel opletten, ja. Oh ja, dit heb je nodig voor wol. Tenminste, dat gebruikte iemand. Dat is ook de reden waarom je voor je moet kijken en niet zo moet kijken. Waarom knippert dat hier links? Dus misschien gaat het weg of zo? I don't know. I don't know, man. Ik heb in deze save game al 15 uur gespeeld. Het is niet veel, I know. Voor de meeste van jullie zeker. Oh, tarwe, kippenvoer. Oh, en kalk. Oh ja, dat hadden we ook nodig.
We hebben zoveel nodig. Dat gaan we echt niet redden met die aanhanger. Ik zet hem eventjes. Dit gaat echt heel wat tijd kosten. Om dit goed te doen. Ik zet hem even in het midden, zodat we... Ik heb ook echt gewoon niet zo'n pitchfork ding meegenomen. Ik heb zo'n graafmachine. Nou, daar heb ik er nog genoeg thuis van liggen. Maar dan koop ik er wel weer een. Voorladers. Balenspies, palletfork. Hoppa, de palletfork. Jup, die ligt nu daar. Dan kunnen we deze nu even hier. Oeh, net. Hoppa. En dan gaan we nu dit allemaal daar neerleggen. Welkom bij het feest. Ik wil deze dingen onderaan leggen. Omdat deze toch iets groter zijn. Zo, dat is er één. Ik wil weer een beetje wennen aan de controls. Ik kon beter zo'n mini forklift meenemen trouwens. I'm so dumb. Oh, oh. Ja hoor, hij zit vast. Zo, dit is echt vast. Oh ja, nog zo'n forklift dingetje kopen. Moet dan maar. Ik wil het namelijk gewoon even snel hebben gedaan namelijk. Namelijk. Hoe kan je die dingen er chill opzetten? Je kan ze namelijk niet vastbinden. Zeg maar, als je eentje neemt zonder die dingen eromheen, kan je ze niet vastbinden. Dus ja, wat nou chiller is, weet ik ook niet. Kijk, dit is veel chiller om te besturen dan zo'n groot bulky ding. Zeg ik, terwijl ik echt amper dit ding erop kan krijgen. Zit hij nou weer vast? Echt alles zit vast in deze game. Alles! Het is echt altijd zo'n gedoe om deze dingen thuis te brengen. Gewoon omdat die dingen zo buggy zijn. Het is wel echt jammer. Hopelijk fixen ze dat wel even in de volgende farming. Zo voorzichtig zijn dat hij niet vast komt te zitten. Ja, maar dit is echt onmogelijk. Hoe wil je hem eraf halen? Belading links, belading rechts. Links. Hebben we er nog één. 30.000 keer dubbel. Dit kan je inladen, tenminste op een manier. Hallo? Dat is wat je moet doen. Zo laat je iets uit in farming. Welkom, 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 welkom. Ik doe in ieder geval één kunstmest en één onkruidverdelger. Kijk, dat is waarom die kalk er al heel de tijd stond. Ik had gewoon nul moed om dit op te komen halen. Je moet eigenlijk maar een klein beetje hebben. Dat is het best. Dat hij er in één keer vanaf vloept als je ook maar een hobbeltje overgaat. Kijk, omhoog. En dag. Oh ja, zo. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Dat zie ik ook elke farmer doen bij de winkel. Oké, ik heb nu een beetje niet meer echt onder controle. Ja, zag je die dikke... Je moet een bam in de lucht vloepen en dan erin tikken. Dat is de strategie. Oh, kijk, deze glijdt er makkelijk vanaf. Alleen hij glijdt niet meer terug. Nou, hopelijk zit hij niet vast. En doen we deze erbij. En dan ben ik echt done. Oh ja, we moeten weer even de tactiek gebruiken. Oké, I'm done. Ik laat dit staan hier voor de volgende operatie. Dicht. Zet, doe hem dicht. Please. Straks pleurt het allemaal uit. Oké, dit kan ook niet uitvallen. Dat is ook echt fijn. Doe het erop. You know you want to. Yes. Het duurde echt niet 15 minuten of zo. Nee. Even een vraag naar de mensen die boeren zijn. Waarom is het stuur hier zo scheef? Oh, wow. Zijn we er nog? Ja, het is een beetje verplaatst. Maar kijk, zo. Dat zit niet echt helemaal recht, hè? Zijn het ook voor plaatjes hier links? Wat is die ena boven dingetje? Die tweede, nummer 2. Hoop vragen. Antwoorden zijn er niet. Kijk, die kar herken ik ergens van. Ik was te lui om die te gaan halen. Oké, in ieder geval kunnen we nu wel even landbouwkalk doen. Die schaduw bukt ook volgens mij. Oh nee, leek zo. Back home. Met spul. In principe kunnen we het wel gewoon als we zo doen. En dan ophalen met een andere trekker. Dan kunnen we gaan beginnen. En dan pakken we wel even deze. Pak gewoon even een random. Deze kan dan weg met deze rupsbanden. Jup, over je gewassen. De sojabonen uit, weet ik veel, de Albert Heijn of zo. Zijn rupsbanden overheen gegaan. Onder de aarde zitten die helemaal. Nu dat ding oppakken en hopelijk kunnen we hem daaruit vullen. Hopelijk, zeg ik ook. Oh, er staat een tractor bij, joh. Even kijken waar het staat. Kijk. Ja, er zit maar 2000 in. Dat is echt niet genoeg. Ik zei ook, deze gaat niet lang mee. Maar die andere volgens mij wel. Nou, trouwens ook niet. Want daarnet hebben we volgens mij echt 1000 gebruikt of zo. Toen we dat gingen gebruiken. Kunstmestrooier inschakelen. Uitklappen. Ja, gewoon uitklappen volgens mij. Zo, jeetje, wat gaan we scheef. Ik vind deze echt heel leuk om dingen mee te doen. Om het veld mee te bekalken. Dit gaat
ook wel even duren. En dat ding gaat het niet eens redden volgens mij. Oh jeetje, we gaan nu helemaal over het deel waar we al eens overeen zijn geweest. Hoppa, over de trekker. Hé, schakel uit. Jeetje, wat doe je? Zo gaat het aardig snel op. Dit gaan we echt net niet redden, hè? Dit gaan we net niet redden. Schakel hem uit. Ja, goed zo, goed zo. Dit is echt stressvol. We hebben niet heel het veld kunnen doen. Crap. We laten het hier wel even staan. Uit. We gaan even reinheid fixen van die koeien en schapen en al dat gedoe. Dus dan pakken we even de trekker. Kelvoer, kom maar. Neem dit, aarde. Dan gaan we nu deze mooie steile berg op. Nou, dan moeten we via de kippen. De terrain tool is echt shit hier in deze game. Ik ben wel een beetje hard, maar ja, het is echt shit. Er is ook een doos met eieren naar beneden gepleurd. Waar is jullie reinheid ding? Oh ja, dat zit hier. Er is helemaal niet veel. Nee, oh, leg het er dan niet weer naast. Oh, die heuvels, ik word er naar van. Dan pleur je naar beneden. Neem dit. Waar is het nu? I'm fine. I'm just fine, oké? Okay? I'm fine. Ik ben een beetje agressief. Hebben jullie trouwens nog stro nodig? Oh. Thanks. Ja, dit is ook kelvoer. Kunnen we dat dan teruggooien? Volgens mij niet. Oh, nee, het is gewoon gras. Dan kunnen we het teruggeven. Stop, oké, stop. Bam, recht in de bakkaneef. Die zit erin. En dag, suicide. Ga je zo naar achter? Oh. Nee. Oh nee, dit is geen GTA. Oh jawel. Oh, laat maar, het is GTA waar je gewoon weer recht op kan komen. Hoeveel uur willen we slapen? Even kijken. 12 uur? En dan zijn we good shit. Oh, dit worden heerlijke hooibalen. Eerst gaan we beginnen met het hooi. Misschien kunnen we dan ook nog wel even strobalen gaan maken. Oké, laten we zo, zodat hij het zelf zo meteen kan doen. Dan legt hij het zo op zijn hoopje. Deze dingen. Ik hou van jou, knuffel. En ik hou ook van deze. Dit zijn mijn twee favoriete machines. Ze zijn zo chill. Je cursor zit op dat zwarte uiteinde. Dus je moet er zo naast spuiten. En daar erger ik me een beetje aan. Ze zijn niet echt de beste in de first-person shooters. Moet ik zeggen. Oh, jeetje, je rijdt me bijna aan, man. Zie je wel wat je doet? Nee, ik maak je schoon. Balenpers uitklappen. Oké, wat moet je dan doen? Ronde baal lossen. Dat is gewoon de enige wat je moet doen. Er is geen plek meer voor nieuwe pallets wol. Oh, serious? Er kan geen nieuwe wol meer worden geplaatst. Hebben we even die guy nog met die pitchfork. Oh, maar die ligt thuis. Of bij de shop. Ik kijk eerst wel even wat de problem is. Dude, come on. Ik heb dit... Wat? 10 minuten geleden opgehaald? Oh, jeetje. Maar deze plek is helemaal niet goed. Hoe heb kreeg je dat? Vind je het gek, joh? Ja, maar die car daar, die moeten we gewoon hier hebben. Die moeten hier staan. Hier. Zodat ik meteen kan inladen. Oh ja, dat kunnen we op zich nu best wel gaan doen. Die balen per se. I know. Weet je wat? We halen even met deze. Halen we dat ding op. En die moet je daar gewoon neerzetten. En dan kunnen we met dat ding met die heftruck dat. Kunnen we dat wol erin leggen. En dan kan die weer nieuw maken. En dan vul je zo langzamerhand die car. Kijk, het lijkt me zo lekker stuiteren in die tractor. Zo. Ja, daar zat je dan. Voltra, let's go. Ik vind hem nog steeds echt de mooiste. En die Steeler. John Deere vind ik niet mooi. Vind ik niet mooi, sorry hoor. Ik vind Valtra en Steeler echt mooi. Steeler het mooist. Maar dat is mijn mening. En mijn mening mag worden gegeven op dit kanaal. Oh, ik stap uit. Kunnen we nu even zien of die in een conflict raakt? Met die zaaier. Zou best kunnen... Oh, jeetje. Even spelen geen ramp simulator, hè? Farming. Niet spring zo hoog als je kan. Hier gaat hij moeite mee hebben. Hier gaat hij echt moeite mee hebben. Laten we via hier gaan. Zo, hup, ramp. Ja, dat krijg je als je zo'n belachelijk terrein hebt. Ja, hoe fuck... Wat doe je, hoor? Sorry. Oh, hier is ook natuurlijk iemand met een pitchfork. Die kan het ook best wel even doen. Ja. Hallo. Staat open. Waar staat hij? Hoezo heb ik hem aan de rechterkant gekocht? Dat is zo naaiend. Wat als je zo probeert te doen? En hij echt...
Hoppa, zo in één keer scherpe bocht. Zou moeten lukken. Ja, het zou op zich zo moeten lukken. Op zich, zeg ik dan ook, hè. Helpa, H wordt geblokkeerd. Echt niet dat ik allemaal andere dingen te doen heb, hoor. Het ding is ook niet echt massive, deze pitchfork. Hoppa! Clean! Dat is ook echt de eerste keer. We moeten wel oppassen met deze heuvel. Ik wou zeggen berg, maar dat is ook weer een beetje over... Even. Oh, dat gewicht werkt goed. Oh, jeetje, beuk bijna de ding omver. Zo. Strak er tegenaan. Ik wil het mooi. Ik snap niet, dat zag ik dus zo guy op die tutorial. Ik snap niet hoe die dat eraf haalt. Hebben jullie tips daarvoor? Oeh, oeh. Oeh, oeh. Ja, hij duwt ze waarschijnlijk dan zo naar achter. Bam. Oh. Oeh, oké. Dit voelt best lekker hoor. Ik doe eerst de achterste rij. Denk ik. Hoppa, clean, clean. Ja, we doen het. Houdt hij zijn hand hierop? Oh, daar. Woep, 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 woep. Die geluiden die hoeven er op zich niet echt bij, maar ja. Oeh. Ja, 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 let's go. We zijn nu al next level farming simulator, waar het echt even wat meer tijd kost en wat minder peaceful is. Go, we're good. We're not good. Oeh. Oh, Houston, we have a fucking great time. Ja, die gaat zo. Hoppa, dat is een puzzelstukje. Oeh, bro, kijk naar deze masterpiece. Kijk en flippen leer. Oh, sexy. Dat kan dukaten verdienen, dukaten verdienen. Oké, kunnen we even kijken naar de wol? Wol, spinnerij. Oef, per hoeveel is dat? I don't know, maar ik ben er blij mee. Melk is de prijs omhoog bij de ranch. De ranch. Waar is de ranch? Vraag je misschien af. No idea. Oh, dat valt best wel mee. En helper, jij hoort mij te helpen. Ik hoor jou niet te helpen. Artificial intelligence, hè. Zo noemen we dat. Kijk, rach hem er gewoon doorheen. Dat is ook wat ik zou doen. Ik zou echt te lui zijn om hier weer in te stappen. Wauw, was dat nou echt zo moeilijk? Oeh, dit worden heerlijke balen. Oké, ja, het gaat nu wel iets te ver.